daar gaat Hansie. Zijn nieuwe motorfiets. Net gekocht, vijf minuten oud. Hij is nog steeds blij. Daar gaat hij. Vol speed met dat ding. Nou, we gaan wel naar Honda. Hij heeft een gecoverde banden, want er zitten allemaal strepen op zijn achterwiel. En ja, we zijn even de eerste kilometer aan het vreten. En ze horen het ook. Een mooie CB1300 naked bike. Normaal gesproken mag je geen kleren aan op de fiets, maar ja, voor de Hans hebben ze een uitzondering gemaakt. Hans mag vandaag wel lekker aan de naked bike fietsen met zijn kleren aan. Nou jongens, ik ga het even gauw afhangen. Dan gaan we even naar de zaak. Dan gaan we even kijken of Hans het gevonden heeft. Filmen we zo nog eens in de bedden. Hou jullie de paraplu's, hè? Ik zal even kijken of ik een beetje beter op kan krijgen. En dat was Hans. Ongelooflijk, we rijden bijna. Bijna rijden we 70 km/u. Hans houdt maar niet bij met zijn naked bike. Zijn naked bike is helemaal teleurgeslagen, Hans. Hans geeft vol gas nou, maar hij kan me niet bijhouden. Dat krijg je met zo'n naked bike, er zit helemaal niks op, is helemaal naakt. Oh, wat een drama voor die Hans. Ah, daar komt die Hans. Yes, Hans jongen. En rijdt hij fijn, meneer? Oh, hij is prima, we hebben ze in blauw, hè? Ik heb hem weer in blauw, hè. We zijn van blik op de weg. Ik ook, ik ben weg. Daar gaat hij, ruikt zelf nog helemaal nieuw. Mijn blik op de weg, deze monteur die gaat momenteel, de chauffeur gaat over de 300 kilometer. Ach, volop is anders, maar goed dat hij ABS hebt. Zo naked is die bike dan ook weer niet. Mijn blik op de weg. En we achtervolgen deze man al geruime tijd. Hij heeft al 3 vluchtheuvels meegepakt. En ja, we gaan hem zomaar eens even aan de kant zetten. Want ja, ik denk toch dat het een rijbewijs wordt. Maar goed dat we zo'n snelle wagen hebben, anders komt hem wel niet bijhouden. Kijk, deze man, een blik op de weg is erbij. We moeten vol gas, gaan we door de bocht heen. Oeh, er ging bijna voor over, Hans. Hans, je had nog eventjes een beetje glad rubber op zijn band. Ja, blik op de weg was erbij. Levensgevaarlijke uitvoering wordt hier uitgehaald. Het is de snelheid van man die zijn motor niet kent, maar wie gaat hard, hoerend hard, hoerend hard. En dan komt hij weer aan, hè? Blik op de weg. We hebben een verborgen camera, hebben we. Hij heeft helemaal niet in de gaten dat het gefilmd wordt, die man. Ja. Volgens mij heeft hij het in de gaten. Hij heeft momenteel de benen. Hij zal niet gaan vluchten, maar even een wagen erbij roepen, want deze man die moet nou echt gestopt worden. Je moet zijn rijbewijs inleveren, want wij kunnen dit niet tolereren van blik op de weg. Dat is ongelooflijk. En die wordt ze wat daar. Verkeer van rechts en voorrang, zeggen we altijd hier bij blik op de weg. Kijk. En die man die woont hier duidelijk, want die gaat zo tekeer over die landweggetjes. Dat is ongelooflijk. We gaan hem zo even stopzetten, want de camerawagen kan het niet meer volgen. Hup, maar met 180, 140, 150. En volop in zijn remmen met zijn ABS, volop in zijn remmen. Kijk eens even, een springstoel. En dan gaan we weer. 40, 50, 60, 100, 130, 140. Even kijken, je mag hier momenteel 30. Dus hij rijdt 110 km te hard, 120 km te hard. Ja, we gaan hem zo even stopzetten, want deze man is dus overduidelijk zijn rijbewijs kwijt. Achtervolging gaat de volgang door. We rijden momenteel dik over de 140. Meneer geeft gewoon een keer gas in de bocht. Levensgevaarlijk. Het is ongelooflijk. Onze volgwagen die kan er bijna niet meer aan. En dan hebben we nog wel een geblazen Toyota Turbo Diesel, 2 liter. En u ziet het gewoon bij ons van blik op de weg. Het valt allemaal niet mee om verkeersovertredings aan te houden. Kijk, er komt rook onder zijn ballen vandaan van het remmen. Dat is enorm. Deze man die heeft zoveel risico's. Je moet onmiddellijk stoppen en dan gaat hij weer. 160, 170, 180, 190 over deze kleine weg heen. Het is ongelooflijk, deze man die kijk, alle wetten van de natuur, die gaan we eens even stophouden. We hebben hem stopgehouden en hij gaat zo naar links. Kijk, hij gaat naar links. En dan gaan we even een gesprek aanvangen, want dit kan dus echt gewoon niet doorgaan. Zo, deze man is een zware wetsovertreder. Dan zijn we nou in hemelsnaam terechtgekomen. Het zal toch niet zo hol zijn waar hij altijd woont. Ja, kijk, daar komen we aan. We achtervolgen hem helemaal op privéterrein. We gaan hem even ondervragen zo. Goedendag, mijn naam is agent Haartje Repje. Ik ben van Blik op de Weg.
Weet u al wat hij aangedaan heeft? U heeft gebeld op de motor. Handsfree. De batterij is bijna leeg. Ik wil altijd handsfree. De batterij is bijna leeg.